Hallo, ik ben Steven van den Berg, accountmanager bij iCopaco. Ik ben hier vandaag met Martijn van Amstel van IBM. We gaan het hebben vandaag over Turbonomic. Turbonomic is een application resource management tool. Die zorgt dat applicaties de juiste resources ter beschikking hebben op het juiste moment. En dat wordt volledig geautomatiseerd. Een hele interessante oplossing. En Martijn, ik hoor graag meer van jou hoe het precies werkt. Ja, dankjewel Stefan voor deze uitnodiging. Nou, de reden dat wij Turbonomic ooit hebben ontwikkeld is eigenlijk omdat we bij bedrijven die move naar de cloud hebben, of eigenlijk in het algemeen met applicatiewerk, drie soorten problemen hebben. Aan de ene kant zien we veel overprovisioning van resources. Dus een applicatie die heeft uiteindelijk resources nodig. Dat kan hardware, storage zijn. En we zien vaak dat daar het zekere voor het onzekere wordt genomen. Dus dat er meer resources aan een applicatie worden toegekend dat ze eigenlijk nodig hebben in het gebruik. Het tweede wat we tegenkomen is, zeker nu de gasprijzen hoog zijn, inmiddels zijn ze gelukkig alweer wat aan het dalen. Ja, gelukkig wel. Maar de elektriciteitskosten van de datacenter zijn een aanzienlijk onderdeel van de totale kosten binnen een datacenter. Ook daar willen bedrijven een oplossing voor hebben. Van hoe kan ik de kosten die uiteindelijk mijn applicatie kosten zoveel mogelijk drukken. En als derde zien we bij on-premise datacenters, de capaciteit daarvan is bepaald op basis van de maximum peakloads. Denk bijvoorbeeld aan eind van het jaar rapportages die gedraaid moeten worden in financiële systemen. Als je over het algeheel kijkt, zie je dat er een 30-40% capaciteit van een datacenter wordt benut. Nou, dit zijn eigenlijk de redenen waarom wij Turbonomic hebben ontwikkeld. En Turbonomic zorgt is van nature een performance optimalisatie tool waarmee we de juiste resource op het juiste moment aan de applicatie willen toekennen. En dat zorgt onder water voor een enorme efficiëntieverbetering van het gebruik van de resources die een applicatie nodig heeft. Mm-hmm. In veel gevallen kunnen wij daarmee ook zeg maar, ervoor zorgen dat je gewoon minder resources nodig hebt. Dat is eigenlijk in het kort waar we Turbonomic voor gebruiken. En wat ook de doelstelling is om terug te komen op de drie punten. Wat we uiteindelijk willen verbeteren als pijnpunten die zichtbaar zijn in een organisatie. Ja, en hoe doet Turbonomic dat precies? Hoe gaat het te werk? Nou, wat Turbonomic onder water doet, die kijkt continu welke performance noodzakelijk is voor een bepaalde applicatie. Dus welke responstijd moet ik leveren. Doordat wij connecteren met verschillende lagen in het applicatielandschap, denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur en aan de middleware. Als we die data, die loggegevens binnenhalen, kunnen we zien van welke performance wordt gevraagd, welke resources zijn daarvoor nodig. En op basis van een gepatenteerd algoritme kunnen we exact bepalen wat wanneer nodig is. Ik heb ook gelezen dat je met de planfunctie binnen Turbonomic ook bepaalde scenario's al kan nabootsen of simuleren als het ware. Om al te kijken of bepaalde acties of plannen die je in je gedachten hebt, als je die uit zou voeren, wat dan de consequenties zouden zijn? Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, met Turbonomic, denk bijvoorbeeld aan een hardware refresh in een datacenter. Ja. Vaak is het giswerk om exact te bepalen, er is weer een nieuwe server uitgekomen met een x-aantal CPU's. Hoeveel heb ik nodig om mijn applicatie daar fatsoenlijk op te laten draaien? Met Turbonomic kunnen wij een simulatie draaien waarin we weten wat de huidige applicatielood is. Mm-hmm. En wat het geoptimaliseerde infrastructuur zou moeten zijn op het moment dat je een hardware refresh doet. Ja. Maar hetzelfde geldt voor cloud services. Kijk naar een Azure, een AWS, een Google, maar zelfs de IBM Cloud. Als je daar naar bijvoorbeeld een VMware-laag kijkt of compute kijkt, nou, daar zijn verschillende soorten t-shirt shape sizes aan infrastructuur in. En van tevoren is het verschrikkelijk lastig om te bepalen, ik heb nu dit in mijn on-premise omgeving, wat heb ik nodig in de cloud-omgeving? Ja. En doordat wij exact weten wat er in de cloud-omgeving staat, we weten exact wat voor CPU's er zijn, we weten exact wat voor storage erin, we weten exact hoeveel IOPS er nodig zijn, kunnen wij een geoptimaliseerde planning maken hoe een move naar cloud te doen. Ja. Dus zo efficiënt mogelijk, kostentechnisch. Ja, en Turbo is eigenlijk platform agnostisch, dus we hebben het vaak over de hyperscalers, maar je kan ook bijvoorbeeld simuleren of het een goed idee is om je bestaande on-premise hardware te vervangen. Zodat dat eventueel ook kostenbesparing kan opleveren. Ja, dat klopt. Ook dat soort simulaties kunnen we draaien. Dus niet alleen naar de hyperscalers toe, maar ook als je on-premise een hardware refresh moet doen, kunnen we dit soort simulaties draaien. Ja. Dus het helpt je enorm met een goede planning en ook daarmee weer de budgetten die je hebt, wat je jaarlijks wil besteden, zo efficiënt mogelijk te doen. Ja, inderdaad. Je refereerde net al, 30-50% overprovisioning op cloud resources.
Ik kan me voorstellen dat er ook andere manieren zijn hoe je hiermee natuurlijk kosten kan besparen. We hadden het net natuurlijk al over de energieprijzen. Maar veel van de software en applications die bedrijven draaien, die worden natuurlijk ook gelicenseerd op basis van de grootte van je systemen. Dus denk bijvoorbeeld aan het aantal VM's, het aantal vCPU's dat je hebt of het aantal hosts wat je in je hele omgeving hebt draaien. Dus in die opzicht kan je ook nog geld besparen, neem ik aan. Jazeker. Ik denk als je kijkt naar het draaien van een applicatie, dan bestaat er meer dan alleen maar infrastructuur. Ja. Hardware, ook licentiekosten zijn aanzienlijk in uiteindelijk het totale budget wat je hebt voor je applicaties. We hebben een partnership met Flexera, Flexera One. Dat is een IT asset management solution. Doordat we eigenlijk de exacte resource gebruik kunnen afstemmen op het daadwerkelijke licentiegebruik. En als wij de overprovisioning kunnen verminderen, kunnen we inderdaad ook het aantal licenties wat in gebruik is voor een bepaalde applicatie, kan je verminderen en daardoor ook kosten besparen op het licentiestuk. Ja. Ja, die integratie met Flexera One, biedt dat dan ook voordelen op het gebied van compliance reporting als het gaat om licenseringen? Jazeker. Ik denk in Flexera One, op het moment dat bedrijven dat gebruiken, dan kunnen ze inderdaad hun licentievoorwaarden bekendmaken. Mm-hmm. We weten vanuit Flexera One exact hoeveel licenties er zijn. Je kan compliance afdwingen middels deze integratie. Okay. Waar we bedrijven vaak tegenaan zien lopen, zeker wanneer er een DevOps-beweging wordt gemaakt, is dat er veel verantwoordelijkheden in de handen van de DevOps-team wordt neergelegd. Ja. Dus als een applicatie wordt gedeployed in een cloud, dan ligt daar infrastructuur onder. En procurement is niet altijd meer in controle met de hoeveelheid licenties die daadwerkelijk gedeployed worden op een cloud-omgeving. Nou, door deze integratie kan je ook ervoor zorgen dat op het moment dat je uit je entitlement loopt qua licenties, dat je de provisioning van nieuwe hardware of nieuwe infrastructuur, dat je die tegenhoudt, omdat je gewoon niet meer compliant bent. Dus op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat je de compliancy, zeker in de DevOps-wereld, onder controle hebt. Ja. Naast de besparing in resources en op elektriciteit, welke andere besparingen zou je zoal nog meer kunnen maken? Ik kan bijvoorbeeld denken aan het besparen van tijd van je IT-staf door de automatisering die Turbonomic biedt. Nou, dat is een goed punt. Ik denk naast inderdaad de besparingen die we realiseren door optimaliseren van het resourcegebruik, kunnen we inderdaad ook een besparing realiseren aan de IT-staffing. Nou, die is in de realiteit is die wat minder hard uit te drukken in euro's. Ja. Maar in essentie is Turbonomic een performance management tool waarmee we proactief de performance van een applicatie willen garanderen. Waar veel tijd aan verloren gaat, is het troubleshooten op het moment dat een applicatie niet performt. Nou, dit zijn uren die je uiteindelijk bespaart op het moment dat je Turbonomic als proactief tool inzet, wat van nature gewoon is. Het zorgt van nature, of het is ontworpen als performance management tool, waarbij je proactief alerts krijgt en acties krijgt om de performance van een applicatie te garanderen. En dit is wat we van oudsher zagen bij de meeste bedrijven, is dat dit soort tools en performance management oplossingen, dat het een reactieve actie is waarbij veel staffing nodig is om uiteindelijk de root cause op te zoeken waarom een applicatie niet performt, om vervolgens daar een actie op te nemen. En in de meeste gevallen is dat een actie nadat een performance degradatie heeft plaatsgevonden, terwijl dit proactief is en volledig geautomatiseerd is. Ja, dus je gaat eigenlijk van reactief naar proactief en je speelt je IT-professionals vrij. Heb je een reference story van een klant in Nederland waar Turbonomic al hele mooie resultaten heeft weten te verwezenlijken? Ja, we hebben meerdere reference stories. We hebben een grote Nederlandse bank die Turbonomic gebruikt voor beheer van 20.000 virtual machines. Okay. Die hebben een flinke besparing weten te realiseren op een jaarlijkse hardware refresh van ongeveer 22%. Maar als je dan denkt van joh, Turbonomic is alleen maar voor grote bedrijven, dat is helemaal niet het geval. We hebben een aantal referenties, ook hier in Nederland, waarbij we besparingen weten te realiseren tussen de 30 en de 50% op een cloudkosten door gewoon overprovisioning tegen te gaan op cloud. Ja. Terwijl we wel de performance van de applicatie garanderen. In een enkel geval hebben we de cloudkosten met 50% weten te reduceren, terwijl er 8% meer workloads naar de cloud zijn gebracht. Dat is echt aanzienlijk. Ja, dat klopt. En het zijn soms ook relatief simpele ingrepen. Je ziet toch vaak dat bedrijven een volledige OTAP-straat in de cloud hebben staan, een hotfix-straat. Mm-hmm. Dat sizing is gedaan op piekbelastingen. We weten denk ik met z'n allen dat de meeste ontwikkelaars, die werken niet in de avond. Nee, precies.
Maar de resources staan wel aan. Ja, die staan gewoon te draaien. Een hotfix omgeving heb je niet altijd nodig. Dus wat we met Turbonomic doen, is dat soort omgevingen uitzetten. En aan de andere kant zorgen we ervoor, zeg maar, dat we echt kijken voor, joh, welke performance is er vereist en welke resources zijn er in real-time nodig voor die applicatie. En dan kijken we niet alleen maar naar containers, we kijken naar de storage laag, we kijken naar de middleware. We kijken naar de VM's die er onder water liggen. Dus eigenlijk de complete applicatie supply chain houden we in de gaten of daar het meest efficiënte gebruik van resources wordt gedaan. Ja. Efficiency en performance, dat zijn echt de keywords die constant terugkomen als we het over Turbonomic hebben. Ja. Sustainability is natuurlijk ook een doel van alle bedrijven en organisaties in Nederland. Het wordt steeds belangrijker om die doelen te bewerkstelligen. Je kan ze wel op papier zetten, maar je moet ze ook kunnen verwezenlijken. En ja, we hebben het al een paar keer gehad over hoe Turbonomic besparingen kan opleveren. Maar hoe kan Turbonomic ook bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van je CO2-footprint? Dat is een goede vraag. Uiteindelijk komt dat weer neer op, Turbonomic is een performance tool. Zorgt voor een performance garantie van je applicatie. Mm-hmm. En dat doen we door het optimaliseren van het gebruik van resources. Op het moment dat je, neem een applicatie die op een VMware-laag draait. Als je de VM's niet nodig hebt, dan zetten we ze uit. Ja. Dan zetten we kunnen ook de machines gewoon fysiek uitzetten. En dat bespaart gewoon op de energierekening. En dan is niet alleen de energierekening doordat we een VM uitzetten, maar denk ook aan de koeling van het datacenter, wat vermindert. De operation costs of de transmissiekosten van de energiecentrale naar het datacenter toe. Dus uiteindelijk bespaar je op die manier redelijk wat aan CO2. Ja. Bedenk als we met 30% het aantal resources kunnen verminderen, wat de impact is op het CO2-verbruik. Ja, die is zeer aanzienlijk natuurlijk. Ja. Ja, en hetzelfde is bijvoorbeeld met hardware refreshes. Er zijn best wel wat applicaties die vereisen bepaalde performance. Maar soms is de hardware die je hebt, zou je een extensie willen doen op de levensduur. Ja. Zet daar applicaties op die een mindere performance vereisen om die manier de refresh te kunnen uitstellen. Ja, of een hergebruik te kunnen doen van bestaande infra. Ik denk dat er nu heel veel resellers, CSP's en MSP's zitten te kijken. Die denken, hey, dit is wel een hele interessante oplossing die ik zou willen toevoegen aan mijn portfolio. Hoe kunnen zij het beste aan de slag met Turbonomic? Nou, het beste aan de slag met Turbonomic is eigenlijk zien is geloven. Dus je kan starten op www.ibm.com/Turbonomic. Daar is een sandbox-omgeving beschikbaar, mm-hmm. Waarin je Turbonomic kan uitproberen. We hebben ook gewoon images beschikbaar die je op je eigen infrastructuur kan draaien. En binnen een aantal uur zie je eigenlijk al de resultaten waar je zou kunnen besparen binnen je eigen datacenters, binnen je eigen applicatielandschap. Nou, uiteindelijk kan ik me voorstellen dat dat nog niet voldoende is om uiteindelijk een besluit te nemen. Ga ik verder, ja of nee? Dan kunnen we natuurlijk altijd in contact komen met jou of met mij voor een uitgebreider gesprek of een proof of value. Top. Nou, Martijn, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik hoop dat u thuis iets aan hebt gehad. Heeft u nou interesse, kunt u contact opnemen met mij, Steven van den Berg van Copaco. En dan kunnen we Turbonomic helemaal in depth doornemen. Dankjewel.